Mijn naam is Ronnie Overhoor en van harte welkom op CVD-TV, mijn YouTube-kanaal. En als je luistert, we zijn ook als podcast beschikbaar, dus dan ook van harte welkom. Op CVD-TV praat ik met ondernemers en op het kanaal vind je inmiddels meer dan 1000 gesprekken met ondernemers. En elke week komen er 2 nieuwe gesprekken bij, minimaal. Dus vind je ondernemen interessant, ben je ondernemer of wil je misschien wel ondernemer worden, abonneer je dan hieronder op het CVD-kanaal. En als je zitten luisteren naar de podcast, volg ons dan via je favoriete podcast app. Deze video is er een uit de serie Gouden Duo's. En die serie die maak ik samen met Centraal Beheer Zakelijk. En in die videoserie praat ik met ondernemersduo's over hoe ze elkaar hebben leren kennen, hoe de samenwerking is ontstaan en wat hun gouden formule is, hun geheim voor succes. Met in deze video Robert Crossen en Jan Gerard Gerrits van het bureau Move for Mobile. Wat doet Move for Mobile, zeg maar, als je de pitch moet doen? Als we de pitch moeten doen, wij maken mobiele software. Dus dan moet je denken eigenlijk aan alles waarbij eigenlijk een app betrokken is, maar dan de complete oplossing. Dus het is maatwerk software voor onze klanten. En dat is niet alleen de software, als ook de aankleding, zeg maar, design en vormgeving en alles hoort daarbij. Ja. Maar jullie zijn niet een bureau die ook, weet ik veel, online marketing doet of wat voor diensten er ook omheen. Echt mobile app. Is dat app of is dat mobile web? Beide. Ja. Want hoe zit dat vandaag de dag? Nou, dat is nog steeds wel een groot verschil. Alleen je ziet wel dat het naar elkaar toe groeit. Ja. Alleen ik denk in het segment waarin wij ons begeven, het klantsegment, dat de mobile app nog steeds veel een ander kanaal is dan mobile web. Ja, waarom? Dus technisch gezien zijn dat echt 2 gescheiden werelden nog steeds. Ja. He, met een app store waarin je apps publiceert. Of web, wat eigenlijk zonder app toegankelijk is. Ja. Laten we met begin beginnen. Hoe lang bestaat het bureau? 9 jaar. 9 jaar? Ja, net begin van de maand, begin september, 9 jaar. Oké. En zijn jullie de 2 oprichters ook? Ook. Samen met destijds waren we met z'n vieren. We zijn met z'n vieren begonnen. Ah. In september 2012. Ja. En een van de 4 heeft in 2016 besloten om heel wat anders te gaan doen. Ja. Dus die is vertrokken. Dus toen zijn we met z'n 3'tjes doorgegaan. En ondertussen hebben we daarin wat stappen gezet, doordat we natuurlijk gegroeid zijn. En hebben we eigenlijk het directieteam waar wij met z'n 2'tjes in zitten. En hebben we eigenlijk 2 extra mensen daarin aangetrokken. Commercieel directeur en operationeel directeur. Ja. En eigenlijk de 3de founder, Henry, die heeft eigenlijk een stapje terug gedaan. Maar goed, werkt gewoon nog steeds bij ons. Hoe ontstaat zo'n bedrijf? Zijn jullie 4 maten of 4 stima? Of hoe heb ik het meteen te grijnzen? Nou, vertel eens. Dat is wel een mooi verhaal. Nou, vertel, daar zitten we voor. Nou, zeker. Toen ik van de universiteit kwam, Universiteit van Groningen, toen ben ik gaan werken bij een bedrijf in Enschede. Service to Media heette dat. Die maakte mobiele software. Ik ben daar gewoon als softwareontwikkelaar begonnen. Robert was mijn projectleider, projectmanager. Uiteindelijk zijn we daar in 3 jaar tijd dat ik daar gezeten heb, is het bedrijf enorm hard gegroeid. We hadden hele mooie grote internationale klanten op mobiel gebied. Maar langzamerhand merkten we dat de kwaliteit begon te lijden onder de groei van de onderneming. En hebben we eigenlijk na een aantal jaren gezegd, hè, we carpoolden veel, hè, we wonen bij elkaar in de buurt. Ja. Dit kunnen we zelf toch veel beter. Hm. En daar is het eigenlijk mee begonnen. Met dat 10 keer zeggen tegen elkaar en dan maar eens bij elkaar gaan zitten om het ook daadwerkelijk vorm te gaan. En dan ga je dus samen, spreek een keer af, buiten werktijd, biertje erbij. Ja. En dan? Ja, nee, ja, echt zo. Nou, hadden we echt een dag op kantoor en dat je samen terug naar huis reed. En met z'n 4'tjes eigenlijk dus ook. Ja, dat was toen al een soort de 4 musketeers. Ja, we werkten met z'n 4 daar. En dat we gewoon in de auto zaten en eigenlijk alleen maar aan het klagen waren. En eigenlijk na de 3de dag of zo dat we zo'n dag hadden. Eigenlijk gezegd van jongens, hè, want dan roep je van hè, dat kunnen we zelf beter en dat moeten we zelf doen. En toen eigenlijk gezegd van hoe serieus zijn we daarin? Iedereen van ja, nee, ik ben serieus. We hadden wel gelijk zoiets, hè, dit moet groot worden. Kantoortje gehuurd. Maar businessplan gemaakt of niet?
Ja, dat is ook nog wel weer een leuk verhaal. Nee, eigenlijk niet. Nee? Eigenlijk niet. Ambities maar, uitgesproken. Een Excelletje. Ja, een Excelletje. Maar toen moest Robert zijn leaseauto overnemen van de vorige werkgever. En de leasemaatschappij eiste een businessplan. Dus omdat hij anders die leaseauto niet kon overnemen. Dat was toch verhaal? Ja, dat was verhaal, ja. Dus toen maar iets op papier gezet. Maar het hoeft niet op papier. Het was echt een kwestie van, we hebben drie. Hè, want de rolverdeling was eigenlijk wel vrij duidelijk. Ik kan niet programmeren, dus nee. ik moest maar sales doen en productmanager zijn, testen, facturen versturen, vul maar in, alle andere. En zij moesten zo facturabel mogelijk zijn. Want die andere twee waren ook developers. Ja, dus er waren gewoon drie programmeurs, even heel simpel gezegd. Ja. En één die de rest moest doen. En jij mag ze verkopen. Ja. En ja. Er zaten drie developers en toen klanten. En toen klanten, ja. Ja, nou, dat was ongeveer. Nou, dat is eigenlijk één ding wat er nog voorkwam. Wij hadden zoiets van, we moeten wel een klein beetje zekerheid hebben. Hè, dat je werk hebt. Ja, ik ben ook niet de commerciële man. Ik was eigenlijk de projectmanager. En aan het einde van het verhaal was ik verantwoordelijk voor het development team wat we er hadden zitten. Daaruit was ook eigenlijk de rolverdeling verder wel redelijk snel duidelijk eigenlijk van, hè, van wie doet wat in het bedrijf eigenlijk. Dus hadden we weinig. Daar hebben we niet heel lang over gesproken. Het was vrij snel allemaal dat zeiden van, ja, logisch dat jij ook als de algemeen directeur, ja, voor wat het waard is als je met z'n vieren bent. Maar, ja. Maar goed, dat hele stukje natuurlijk commercie. Ja, je bent projectmanager heel lang geweest. Ja. Dus daar vandaan heb je natuurlijk wel affiniteiten mee. Maar ja, gewoon puur koude sales doen, dat ja, moesten we maar zien. En het gaat hard als je geen reserves hebt en je hebt geen omzet. Dan, exact. En dus we zeiden eigenlijk, goh, we moeten iets vinden dat we ergens gewoon een partner vinden waar we eigenlijk mee kunnen starten. En dat was voor ons ook in dat voortraject wat we zeiden. Als wij nou die partij vinden, dat we zeker weten dat er een bepaald stukje inkomsten is, gewoon de eerste jaar, dan kunnen we wel gaan. Dan zijn we los. En die vonden we uiteindelijk. Dus, en daarmee zijn we eigenlijk, dat werd onze vijfde aandeelhouder eigenlijk. Die kost je meteen in. Een deal gemaakt. We hebben gezegd, weet je, we gaan allemaal, voor hetzelfde deel zitten we erin. Jullie leveren ons gewoon een bepaalde hoeveelheid werk, zodat wij in elk geval zoveel inkomsten hebben dat we allemaal salaris hebben, dat we een kantoorpandje kunnen betalen. Nou, vul maar in. En jij krijgt 20% van de aandelen. En zij krijgt 20% aandelen. En er is gewoon ruimte om te groeien met nieuwe klanten. Als je nu even terugkijkt, hè, en je zou nu opnieuw moeten beginnen, zou je die constructie weer zo inrichten? Nou, nee. Ik denk dat we dan met de kennis van nu meer vertrouwen hadden moeten hebben in onszelf. Die 20% die was op dat moment natuurlijk niets waard. En 3 jaar later, toen we ze uitkochten, was het iets meer waard. Ja. Dus, dus die hebben een goede deal gemaakt. Ja, die hebben wel een goede deal gemaakt. Achteraf, kijk, als ze waren blijven zitten, hadden ze nog een veel betere deal kunnen krijgen. Natuurlijk. Ja. Maar, maar ook het feit dat je met z'n vieren natuurlijk bent gestart met 25%, is ook niet een duurzame constructie geweest uiteindelijk. In die zin dat je met z'n vieren echt een soort van evenwaardig bent gestart als aandeelhouder, toch? Ja, dus ik denk dat je een belangrijk punt aansnijdt. Ik denk dat het, naarmate je als je een keer begonnen bent, dan vormen de rollen zich. Precies. En dan ga je zien wie verantwoordelijkheid neemt en wie zorgt dat het goed komt. En dan zie je gewoon dat daar een tweedeling ontstaat haast. Ja. En, dus dat het daarom ook niet verwonderlijk was dat er iemand in 2016 zei, ik wil er graag uit. Ja. En die moet je dan wel uitkopen. Ja. Ja, dus dan krijg je een waardering. Oké, maar goed. Ja. Ja. Ja, en we hebben best wat meegemaakt wat dat betreft. Hoor. Want het is zo mooi de vraag die je stelt. Want wij kregen eigenlijk al na 2,5 jaar kregen we van een ander bureau eigenlijk uit de buurt de vraag van, goh, wij willen wel graag met jullie meedoen. Wij zitten aan de webkant. Wij krijgen best veel mobiele aanvragen als wij jullie dat werk brengen. Mm-hmm. Ja, dan willen we eigenlijk niet met een of andere fee gaan werken, dat we voor zoveel procent krijgen. We willen eigenlijk gewoon een stukje aandeel. Dus ja, toen hadden we met elkaar zoiets van, weet je, ja, mooi compliment, hè. Je bent net 2 jaar bezig en die partij die was wat dat betreft al een hele tijd bezig. Dus we voelden ons echt wel vereerd en gestreeld. En wat wil je dan? En toen zeiden we uiteindelijk van, weet je, laten we gewoon kijken. Laten we proberen de prijs zo dik mogelijk te maken. En dat geld gaat gewoon in de BV. Dan hebben we gewoon wat meer geld op de bank om onze groeiambitie, om die te kunnen realiseren. En, dus wij hebben toen uiteindelijk
waardering laten plaatsvinden. Waarbij wij zoiets hadden, nou, met hele ambitieus. Want ja, wat ben je waard als je 2 jaar bestaat? Dus dat ging alleen maar over de potentie die we voor onszelf zagen dat erin zat. En nou, er kwam een hele mooie waardering uit. En daar werd toen van gezegd, nou, als jullie willen instappen, dan is dit de waardering. Dus daar moet je voor betalen. Ja, toen kwam er eigenlijk een geschil met die andere partij waar we mee gestart waren. Wat uiteindelijk geresulteerd heeft dat zij toen eruit gestapt zijn en die andere partij erin gestapt is. Hmm. En nou ja, dat was allemaal net achter de rug. En ja, 3/4 jaar later kwam een van ons vieren dus van... ik wil er wel uit. Ik wil mee stoppen. Ja. En by the way, dit was de waardering, dus kom maar op. Ach, toen hadden wij zoiets van, ja, maar wacht even. Dat was de waardering om die andere partij... maar het is niet de bedoeling dat jij dat ook krijgt. Dus, nee. Dus maar nou, ja, juridisch had hij wel een punt, zeg maar. Ja, want uiteindelijk bleek er één zinnetje niet in te staan. Dat het ook alleen maar te gebruiken viel voor die situatie. En, maar goed, ja, we zaten er wel mee. En weet je, je bent toch wel een soort van vrienden met elkaar in die jaren geworden. En... dus je wilt elkaar ook graag wel weer gewoon normaal in de ogen kunnen kijken. Is dat gelukt uiteindelijk met die persoon? Ja, dat is hartstikke goed gelukt. Uiteindelijk wel, ja. 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 Maar is de les dat we iets kritischer moeten zijn met aandelen weggeven, zeg maar, als je startend ondernemer bent? Ik denk het wel. Ik denk dat je daar op dag 1 heel goed over na moet denken. En dat je van tevoren gaat bedenken van wat zou mijn rol kunnen gaan worden ook in de toekomst. Hè? Mm. En ik denk dat wij iets te... te makkelijk gewoon gezegd hebben van... je kunt het allemaal niet voorspellen. Hè, dus dit zouden wij niet zo nog een keer gaan doen. Nee. Denk ik niet. Hoe beschrijf je jullie relatie? Want op een gegeven moment is er al vrij snel, kan ik me voorstellen, iets ontstaan dat jullie met z'n tweeën misschien wel eens een biertje gingen drinken in plaats van met z'n vieren. Op een gegeven moment ontstaat dat volgens mij. Dat er een soort ja, eigenlijk zijn wij degene die de kar trekken. Hoe is dat proces gelopen? Zeg maar? Hoe kan dat jullie twee naar elkaar toe zijn getrokken? Ja, dat ontstaat ook. Hè. Kijk, daar waar Robert zorgde dat al die taken gebeurden die niets met techniek te maken hadden, zorgde ik langzamerhand ervoor dat dingen gewoon gebeurden. Ja. Dat het, hè, zorgen dat het goed komt, hè, ja. dat eigenaarschap. Ja. En ik denk dat daar dat we daar elkaar gevonden die verantwoordelijkheid nemen. Hij aan zijn kant en ik aan mijn kant. Voor het bedrijf. Ja, absoluut, ja. Ja. Ah, wat ik daar heel erg in merkte ook was dat, weet je, je hebt zelf allerlei ideeën, maar je wilt die ergens tegenaan kunnen houden. En eigenlijk als we dan met z'n viertjes zaten, dan merk je eigenlijk dat het vooral Jan Gerard was die mee kon. Hè? Ja. En het is vaak ook de kunst op zo'n moment van hoe snel kun je ergens op schakelen. En, ja. En op het moment dat je elke keer zegt van ja, ik moet er eigenlijk nog eens even 2 nachten over slapen en ik wil er nog eens een keertje rustig laten bezinken. Ja, soms moet je ook door kunnen pakken. Ja. En ik denk dat we daar elkaar heel erg in gevonden hebben. Mm. En ja, dat we een bepaalde daadkracht bij elkaar zagen. Wat heel fijn voelde. En, ja, en dan op een gegeven moment, dan pak je door. Hè? Dan ga je niet overal continu op wachten. En dat resulteerde uiteindelijk dat je ook vanuit de andere kant wel eens terugkreeg. Van ja, maar goed, het gaat toch goed? Wat jullie doen is toch goed? En dan hadden wij wel eens zoiets van, ja, maar ja, goed, als je met z'n viertjes directie bent, hè, je wil met en uiteindelijk hadden we op een gegeven moment natuurlijk, we kregen steeds meer personeel. Dus ja, het wordt wel, kijk, in het begin, dat zeiden we ook tegen elkaar, van jongens, als het niet goed gaat, hè, dan moet je gewoon op zoek naar een baan. Dan zeiden we nog tegen de eerste medewerker, Ronan, ik zeg, let goed op, en dat was een vriend van hem. Ik zeg, weet je, we hebben voor 2 of 3 maanden geld op de bankrekening staan. Ik zeg, dus ja, als er geen werk meer is over 3 maanden, dan... Nou, wie denk je dat er als eerst uitvliegt? Ja. Dat je even weet. Ja, nou ja, precies. Laten we gewoon even heel duidelijk erom zijn. Ja, ja. En dat weet je, dat, ik denk dat ons ook typeert wel. Van, we houden wel van eerlijkheid, hè? Van oprechtheid in wat we doen. En dat was toen al zo. En ja, wat mij betreft is dat nog steeds zo. Kijk, groeien, dat... Het moet schaalbaar blijven, die groei. En we hebben wel gemerkt dat je, hè, we zaten rond die 50, 60 man, dan merk je dat je tegen een bepaalde plafonds oploopt qua organisatie. Dus daarin hebben we zoveel dingen veranderd de afgelopen jaren, dat we meer mensen ertussen gezet hebben. Dus of tussen, hè, de meer management-achtige delivery managers noemen we ze, die verantwoordelijk zijn voor teams. Hè, dat we dus iets kleinere teams hebben, maar die jongens daar echt verantwoordelijk voor zijn. Ook een stukje HR erbij. Maar ook zelf een HRM-manager aangenomen. Die hadden we ook eigenlijk al veel eerder moeten doen. Ja. Dus als je het over tips hebt... Ja, schaf een HRM-manager aan. Ja. Direct, ja. Want het scheelt je aan de ene kant heel veel tijd.
Maar aan de andere kant is het ook goed voor de mensen. Ja, statement aan de mensen. Echt een aanspreekpunt te hebben. Ja. Die, ja, zeker met 50. Maar je hebt, wat je eigenlijk zegt is, je hebt nu het fundament ook gelegd om, zeg maar, door te groeien. 50 is typisch zo'n aantal. Ja. Want jullie zijn een urenfabriek, toch? Business model wise. Ja, ja. Dus dat blijft een kwetsbaar model. Ja. Maar nu heb je een fundament gelegd. Want wat zijn de groeiambities? Nou, ik denk dat we volgend jaar eindigen met 100 man. Dit jaar zitten we eindigen we denk ik op 80. Dus volgend jaar zeker nog wel 20 man erbij. En dan heb ik het eigenlijk voornamelijk over de technische kant, de consultancy kant. En wat er een organisatie nog omheen moet, dat moeten we gaan zien. Behoor je dan tot een van de grotere bureaus uit de regio zo'n beetje? Hè? Nou, de regio uit Nederland. Uit Nederland zelfs. Ja. Ja, wel als je tenminste een mobile focus hebt. Hè, dan kijk, je hebt natuurlijk een aantal hele grote bureaus. Maar die zitten sowieso breder, maar die zitten ook meer aan de webkant. Maar als je echt mobile kijkt, daar zijn we eigenlijk ondertussen al wel zo ongeveer de grootste van Nederland. En als jullie nu een biertje drinken en jullie praten over what's next, wat bespreken jullie dan? Nou, dan spreken we voornamelijk over van hoe lang kunnen we in Nederland nog volhouden. Hè? Als je een aantal banken bedient en een aantal verzekeraars bedient. Hè? We zijn best dat zijn de klanten, gewoon corporate klanten. Ja, corporates, maar ook voornamelijk in die fintech hoek waar we onszelf echt aan het profileren zijn. Okay. Je kunt niet voor alle banken aan het werk. Nee. Ergens houdt het op bij je portfolio kunt uitbreiden op dat gebied. Dus ja, dan kijken we zeker over de grens. België, Duitsland, Frankrijk, Spanje. Ja, nou, zover hebben we nog niet helemaal ingevuld. Maar wel. We zitten midden eigenlijk in een missie-visie-traject momenteel. En daar kregen we heel leuk de opdracht. Nou, dat is echt net 2 weken geleden. En daar kregen we dus de opdracht. We moesten eigenlijk schilderen hoe wij Move for Mobile in 2004, 25 zijn. Oh, je had echt iemand ingehuurd ervoor? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, dat is ook iets, nou, daar kan ik misschien zo wat van zeggen. Maar even het schilderwerk eigenlijk. En we hadden eigenlijk allemaal min of meer hetzelfde geschilderd. We deden met z'n viertjes, met de directie. Ja? En eigenlijk hadden we allemaal iets van de wereld. Ik had misschien nog de minste ambitie wat dat betreft. Ik had Europa geschilderd. Vond ik al heel hele aardbol. Ja, ja, ja. Ja, maar er waren inderdaad, of ze hadden vlaggen getekend. Maar eigenlijk iedereen wel die internationale ambitie daarin. En dat gekoppeld aan gewoon hele mooie merken. Dus, dus kijk, het allermooiste is natuurlijk als jij ergens op de verjaardag zit en ze zegt, wat doe je dan? En je kunt inderdaad vertellen dat je voor Nike internationaal een app maakt. Of iets dergelijks. Ja. Ik bedoel, hoe gaaf is dat om dat soort dingen te doen? En dat is ook iets waar wij... weet je, die groei... Ik denk de eerste 2 jaar was voor ons echt wel gewoon eerst zorgen dat we überhaupt een bestaansrecht hebben. Ja. Toen begonnen eigenlijk pas echt van, maar dit kan gewoon. We kunnen echt iets doen. En nou, met een beetje focus, dan kan het best wel eens mooi gaan groeien. En dat is steeds meer geworden. Maar die ambitie toen wij in het begin waren, toen zeiden we, elke klant is mooi. Hmm. Alleen nu is dat weg. Ja. Sterker nog, we zitten in de luxe positie dat we gewoon keuzes maken in wie wij wel een offerte willen brengen en wie wij dat niet willen doen. Ja. En daar hebben we nu in Nederland, er zijn nog zeker een groot aantal namen te noemen waarvan ik zou zeggen van, dat zou echt wel heel tof zijn als we daarvoor mogen werken. Ja. Maar internationaal zijn er nog veel meer. En dat kriebelt nu wel heel erg. En daar zijn we wel klaar voor ook om die stap te gaan zetten. Dus dat je zei net, daar kan ik nog wel eens meer over vertellen. Dat ik zei, je hebt een bureau ervoor ingehuurd. Ja, dat ze toen schetsen te maken, wat wij erover zeggen. Nou, wij waren eigenlijk vanaf dag 1 altijd van, alles wat je zelf kan doen, moet je zelf doen. Mm-hmm. Zorg dat je eerst die euro verdient voordat je hem uitgeeft. Ja. Dus we zijn eigenlijk heel, heel behoudend altijd wat dat betreft geweest. En hebben alles uit eigen middelen altijd gefinancierd, de groei. En daarin hebben we dus ook nooit van dit soort bureaus ingehuurd om ons te helpen met een missie-visietraject. Ja. En daar zijn we dit jaar ook gewoon achtergekomen, ook door die snelle groei. Hè, dat je dan toch in één keer de vraag krijgt vanuit je personeel. Maar wat is nou eigenlijk onze missie? Ja, weet ik veel. Ja. Ja, gewoon leuke dingen doen. Ja. Veel plezier hebben. Ja. Maar dat inspireert niet echt. Dat is niet echt wat je wilt. En dus toen hebben we gezegd van, weet je jongens, we zijn allemaal druk. Laten we er nou gewoon een bureau bij halen die dit dagelijks doet. Maar wel eentje waar we ons ook gelijk wel weer thuis bij voelen. Mm-hmm. Wat echt wel ons DNA ademt. En dan moet het maar gewoon wat kosten. En ik denk dat laatste ook wel,
daar zijn we dit jaar echt wel veel meer van. We geven wat makkelijker nu het geld uit aan externe partijen om die in te huren. Om eigenlijk die versnelling waar we in zitten vol te houden. Of nou ja, nog net iets meer gas erop te kunnen geven. Mag ik jullie danken voor dit prachtige ondernemersverhaal. En dankjewel voor het delen van jullie ervaringen. Ja. En dankjewel voor het luisteren naar weer een aflevering van Gouden Duo's. En denk je nou, oh, daar wil ik er wel meer van zien. Of ik wil je meer door geïnspireerd raken. Nog ga dan naar centraalbeheer.nl/ondernemen. Daar vind je veel meer informatie. Als ook meer afleveringen van deze prachtige serie Gouden Duo's. Waarvan we volgens mij nou weer een hele mooie aflevering hebben gemaakt. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En op naar een volgend Gouden Duo.